Oranjevereniging van Bunschoten-Spakenburg. 2019, een bijzonder jaar denk ik voor jullie. Ja, waarom? Ik hoorde net van de burgemeester dat de Oranjeverenigingen uit de regio betrokken worden bij de organisatie in Amersfoort. Ja, ja, nou, dat is sowieso bijzonder. Nou, aanstaande woensdag hebben wij daar besprekingen over. Ja, en dan gaan we horen wat, welke rol wij mogen spelen. Dus het precieze weet ik nog niet. Het kan dus misschien zomaar zijn dat ze hier naartoe komen. Nou, ze komen hier niet naartoe. Dan hoeven we niet op te rekenen. Wat kunnen we nog meer verwachten van de Oranjevereniging in 2019? Nou, we hebben volgend jaar, dan hebben we een vijfjarig feest, zeg maar zeggen. Dus dit jaar is weer het normale Koningsdag zoals wij het altijd plannen. Zoals s'morgens met de rauten en lobaden. Ja, de festiviteiten op de middag, het concert, de fietstocht. Iets op het spuiplein met de muziek. Dus ja, het is een mooie zaterdag. Dus ongetwijfeld ook een hele leuke dag. Maar ja, we zullen ons ook een klein beetje moeten splitsen richting Amersfoort. Maar hoe dat gaat worden, dat weet ik nog niet precies. Maar ik heb het wel in mijn hoofd. En buiten Koningsdag om hebben we dodenherdenking, we hebben Bevrijdingsdag. Speelt de Oranjevereniging daar ook nog een rol in? Ja, in de dodenherdenking spelen wij wel een rol. Bevrijdingsdag doen wij één keer in de vijf jaar. We hebben het een aantal keren geprobeerd, gewoon tussendoor, maar dat werkt niet hier al. Dus wij doen het één keer in de vijf jaar, dan pakken we uit met een feestweek. Vorig jaar heb ik jullie de vraag gesteld hoe het financieel ervoor staat bij de Oranjevereniging. Het antwoord kwam toen dat de subsidies behoorlijk waren teruggedraaid door de gemeente. Hoe staan we er nu voor? We staan er hetzelfde voor. De subsidies die zijn nu niet meer teruggedraaid, want die zijn hetzelfde als vorig jaar. Maar wij wisten dat er ging gebeuren. Dus wij zijn drie jaar eerder al begonnen met de broekriem aan te trekken. En op een andere manier te organiseren. Dus dat we toch kunnen organiseren wat we willen organiseren, maar op een andere manier. Wanneer kunnen we de huis-aan-huis-collecte weer verwachten? De huis-aan-huis-collecte is 23 februari. Huis-aan-huis-collecte, 23 februari. 18 tot 23 februari. En kunnen de mensen ook pinnen aan de deur? Nee, bij ons kunnen ze niet pinnen. Maar ze kunnen wel overmaken op de rekening. We hebben een flyer erbij waar ons rekeningnummer op staat. En die gooien we bij iedereen door de deur. En er gebeurt ook regelmatig dat wij dus een donatie ontvangen. Dus het werkt wel. Misschien een tikkie? Ja, een tikkie, dat is moeilijk. Dan moet ik iedereen persoonlijk dat neerzetten. Dat is moeilijk. Maar onze flyer, dat werkt zeker. Dat werkt zeker. Ik zou zeggen, mensen, wees gullegevers aan de huis-aan-huis collectanten. Want de Oranjevereniging staat voor iedereen hier in het dorp. Ja, nou, het is zo gelegen. Ook onze huis-aan-huis collectanten zijn vrijwilligers. Die dus s'avonds de deur uitgaan. Ja, om te zorgen dat er voor de hele gemeenschap een feest is. Dus ja, daar moeten we allemaal mee werken. Heel veel succes met alle organisatie. Ja, dat gaat best lukken.